We hebben twee gasten vandaag. Hup. Kleine Noël en kleine Julie. Nou, goeiedag, daar zijn we weer. Woehoe! Weer tijd voor een nieuwe proef. En vandaag gaan we het hebben over... Ja, we hebben eigenlijk hier al van allerlei... Elektriciteit. We hebben al van allerlei spulletjes klaar liggen voor het proefje. Okay. Maar wat is elektriciteit eigenlijk? Elektriciteit is een... Hallo. Elektriciteit is een vorm van energie. Ja, onder andere. En de energie die gebruiken we om... Bijvoorbeeld een lamp te laten branden. Bliksem! De tablet te gebruiken. Of televisie te kunnen kijken. Elektrische energie stroomt tussen kleine deeltjes die atomen heten. En eigenlijk bestaat de hele wereld die bestaat uit atomen. Die zijn zo klein, die kunt ze nu niet met het blote oog zien. Als je je moet voorstellen hoe klein dat ze zijn. Bijvoorbeeld een zoutkorreltje bestaat uit zo'n 10 miljard atomen. Zo klein. Dus. Maar ja, waar komt elektriciteit nou eigenlijk vandaan? Het is eigenlijk al heel ver terug. Van 2500 jaar geleden deden oude Grieken ontdekten al een vorm van statische elektriciteit. Maar statische elektriciteit kennen jullie misschien wel al. Met name van bliksem. Dat is eigenlijk ook statische elektriciteit. Maar, nou natuurlijk ook, een ballon. Een ballon. Een ballon. Een ballon. Probeer maar eens met een ballon. Statische elektriciteit ontstaat door wrijving. Als je bijvoorbeeld... Nee! Kijk, de haren die blijven eraan plakken. Dat is statische elektriciteit. En als je lang genoeg wrijft, blijft de ballon gewoon zitten. Bij onweer dan ontstaat een elektrische lading doordat er boven in de wolken ijsdeeltjes tegen elkaar botsen en dan krijgen ze een elektrische lading. Als ze tegen elkaar botsen kan er een vonk ontstaan en dat ontstaat dus uit een bliksem. Ja. Dan hebben we nog een leuk klein weetje. In 1752 liet de Amerikaanse staatswetenschapper Benjamin Franklin bewijzen dat onweer een vorm van elektriciteit was. Daarmee liet hij met een onweersbui een vlieger op. En toen de vlieger door de bliksem getroffen werd, stroomde er elektriciteit via het touw naar het uiteinde. Er sprong ook een kleine vonk over naar Franklin's hand. En kreeg daardoor een kleine schok. Hij had daarbij wel heel veel geluk. Want ga dus nooit vliegen met een onweersbui. Want elektriciteit van onweer is dodelijk. We gaan ons eerste proefje gaan we doen. We gaan kijken of we elektrische lading uit een citroen kunnen halen. Eerst gaan we de citroen goed rollen, zodat de sappen los... de schil maar niet kapot, hè. Vervolgens pakken we een paperclip en we hebben een stukje koperdraad nodig. Maar dan moeten we wel zonder plastic. We hebben dus nu een koperdraad en een ijzerdraad. Die steken we zo dicht mogelijk bij elkaar in de citroen.
dus een citroen met twee draadjes. De chemische reactie van het zuur wat in de citroen zit, zorgt dat de atomen in deze draadjes gaan bewegen. Als je het met je tong aanraakt, dan zal het verbonden worden en dan zul je waarschijnlijk merken dat de atomen daar doorheen zullen gaan. Dus we proberen. Ik moet het eerst proberen. Helaas merken we eigenlijk nog niet echt direct wat. Ik weet niet of het fout gaat. Maar in ieder geval, wat zou er moeten gebeuren? Het zuur van de citroen kan ongeveer 0,7 volt opwekken. Het is totaal ongevaarlijk. Je kunt er nog niet eens een lampje mee branden. Maar doe dit experiment nooit met een batterij. Want als je dat gaat doen, dan kan je wel ernstig verwonden. Wat is nou eigenlijk de conclusie hieruit? Helaas kunnen we eigenlijk niet echt een conclusie hieruit halen. Maar het zou zo moeten zijn dat het sap van de citroen reageert anders op een koperdraad dan op een zinkendraad. Die twee chemische reacties die laten weer de elektroden door de draden heen gaan. En de elektroden die stromen van de koperdraad naar de zinkendraad. En als je daar je tong tussen steekt, dan slaan ze over. En dat zou je tintelingen moeten zijn. Nu gaan we dus verder. Hoe beweegt elektriciteit zich eigenlijk? Elektriciteit beweegt zich altijd in een cirkel. Dat noemen ze een circuit. Een circuit is een gesloten cirkel. En als je die cirkel onderbreekt, zal er niks gebeuren. Denk maar bijvoorbeeld aan een schakelaar van een lamp. Dan heb je een cirkel en die schakelaar van die lamp zorgt dat die cirkel onderbroken wordt. Dat er een gat tussen komt. Daardoor gaat de lamp uit. Ik zal het anders nog even uitleggen op tekening. Een circuit ziet er dus als volgt uit. Als we hier hebben we hier bijvoorbeeld de batterij. En hier hebben we een lampje. Dit is een gesloten circuit. Maar als hier bijvoorbeeld, hier hebben we het lampje en hier de batterij, is dit een open circuit. Dus kan het nooit rondgaan. Is het niet mogelijk om een lampje te laten branden. Maar je kunt ook nog een ander soort circuit hebben, bijvoorbeeld een parallelschakeling. Dat ziet er als volgt uit. Hier bijvoorbeeld een batterij of zo. Gaat het hier naar een lampje. En die wordt verbonden naar een volgend lampje. Is een parallelschakeling. Dan gaat het altijd rond. En nog een andere manier. Serieschakeling. Dus hebben we hier een batterij. Wordt steeds groter de tekening. Hebben we hier een lampje. Nog een lampje. En daardoor aangesloten. Het blijft een circuit. Even een meemijntje tussendoor. We hoorden net een belletje in mijn oven. Er waren cupcakes aan bakken. Dus die gaan we nu heel eventjes mooi versieren. Zo, we zijn weer terug. Hey, kleine vlinder. Waar waren we gebleven? We gaan even kijken waar elektriciteit eigenlijk allemaal doorheen kan. Wat zijn goede geleiders? Dit heeft ook ermee te maken als het een goede geleider is. Zal de stroom sneller gaan als het een slechte geleider is? Zal er een soort van hitte ontstaan? We gaan nu een proefje doen en dan gaan we kijken wat nou goede geleiders zijn en wat niet. Wat is een proefje? Een experimentje, een testje. We gaan dingen uitproberen en kijken waar het duidt. In dit geval.
We hebben ondertussen een klein circuitje gemaakt. De batterij. We hebben hier een opening tussen gelaten. Dus het circuit is niet rond. Maar daar gaan wij dus materialen tussen stoppen om te kijken welke goed geleidt. Zoals bijvoorbeeld koper. Piep. Is een goede geleider. Nu gaan we dus testen wat nog meer goede geleiders zijn en welke niet. Een lepeltje. Plastic. Zal die auto glijden? Nee. Probeer de poppens. Een blaadje van een bloem. We hebben dus gezien dat met name ijzersoorten, dat goed geleidt. Plastic en stof en hout en papier. Het zijn dus allemaal geen goede geleiders. Volgende week gaan we nog een proefje doen met elektriciteit. Maar dan gaan we een elektrische dynamo maken. Leuk dat je hebt gekeken. Vond je de leuke video? Geef het gelijk even een duimpje op. Ja, dit zijn jullie. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Doe ook even het belletje aanklikken. Dan zien we je vast in de volgende video. Doei!